Yo mensen, Groen van 1.nl met vandaag een nieuwe video voor jullie. En vandaag ben ik hier met een heerlijk video. Vandaag heb ik namelijk wat leuks. Ik kan namelijk het beste beginnen ooit in de Weekend League. Ik ga op dit moment 8-0, wat best wel goed is. Of even eerlijk zijn, is best wel goed. En als ik nu allebei de potjes win die ik ga spelen in deze video, ga ik 10-0. En dat betekent dat dat mijn beste begin ooit is. En denken jullie dat het gaat lukken? Als je denkt ja, laat dan een duimpje omhoog achter. Willen jullie nou dat ik morgen al mijn laatste 2 potjes van de Weekend League upload? Dat kan ik voor jullie doen. 2500 duimpjes omhoog. 2500 duimpjes. En dan morgen komt alweer een nieuwe video. En dan de laatste 2 potjes van de Weekend League. Mensen, ik zweer het je, 25 wins deze Weekend League. Het moet gewoon lukken. Het nadeel is wel dat het nu al zaterdag is dat ik dit opneem. En al 5 uur 's avonds. Dus ik ben een beetje bang dat ik in potjes nood ga komen. Want ja, dan moet je zondag moet ik er echt nog fucking veel gaan spelen. Nog 20. En als je daar eentje verliest, ben je boos. En dan, oh, drama. Ben je nog nieuw en heb je nog nooit de video van mij gezien? Je hebt zoveel gemist. Maar je hebt in ieder geval heel veel om terug te kijken. Abonneer zeker op mijn YouTube-kanaal. Kan je beneden. En druk dat belletje. En dan ben je team belletje. En de mensen met team belletje. Iedereen die team belletje comment onder deze video, die krijgt een like van mij. Waarom zeg ik dit? Maar ik ga het wel doen, oké? Oké, laten we maar beginnen. Dit is mijn tegenstander. Let's do this. Niet lieven. Oh mijn god, die wordt echt heel vervelend, jij. Iemand die alleen maar thuis wil spelen. Oh, zo'n soort Mark. Mark wil ook alleen maar thuis spelen. Wat een onzin. Oh my god. Oh mijn god. Gast, wat ben je aan het doen? We gaan gewoon een potje FIFA spelen, gast. Het is niet je leven wat ervan afhangt of zo. Hij komt gewoon weer tegen jou, hè. Oh, niet. Yes, lekker. Kom maar. Dit is mijn eerste tegenstander. Ik ga 8-0. Dus dan kom je wel tegen betere tegenstanders altijd. Dit is mijn tegenstander team. Hij heeft wel een aardig team. Ja, best wel goed. Niet heel goed, maar wel echt goed. Wel een team waar je van kan verliezen, maar ook zeker een team waar je van kan winnen. Ja, mensen, dit is echt uitstekend. Ja, in de vorige potjes ging me echt heel makkelijk af. Ik won alles echt heel makkelijk. Dus daar ben ik op zich niet zo blij mee. Want dan weet je dat een keer de andere kant gaat komen. Ik won 1 potje trouwens vandaag met 15. 10. Hij had 5 keer gescoord, ik 10 keer. Gewoon echt elke bal vloog erin. En echt, we konden allebei niet verdedigen. Hij nog iets slechter dan ik. Was echt niet normaal. 15, gast. Kijk, ik heb Suarez erin gebracht. Laten we dan maar gaan beginnen en ons best gaan doen. Let's go. Oh, daar gaan we al, daar gaan we al. Neymar, ren maar, jongen. Hop, weg het bos in. Aurier, wie is dat? Hoppa, Rabiot, lekker doorgegeven. Hop, nog een keer naar binnen. Hop. Nee, maar doe maar. Oh, bad timing. Ging er bijna in ook. Oh, als ik die goed timing was gelijk al 1-0. Was hij gelijk boos. Was ik gelijk blij. En dan had ik gewonnen. Dan ging het 9-0. Maar ja, ik verpest het helaas. Kom op, Suarez. Suarez, oh, slecht schot, man. Ja, ik heb wel het gevoel dat ik deze pot wel kan winnen. Want ik word niet helemaal weggespeeld. Kijk, soms heb je van tevoren al het gevoel van, oh mijn god, ik word echt helemaal weggespeeld. Dit is gewoon kansloos. Maar dat heb ik echt absoluut niet, dit potje. Dus ja, laten we maar gaan proberen gewoon het beste van te maken. Hij rent ook gewoon lekker met zijn verdedigers. Het is niet zo iemand die zijn verdedigers niet aanraakt. Oh, is het trouwens sinds de patch niet zo goed meer, hè? Ik gebruik nu ook gewoon weer mijn verdedigers. Want dat is gewoon nu weer gewoon een nieuwe meta. Ik heb trouwens mijn camera setting iets aangepast. Ik speel nu op 1080p 60 fps in plaats van op 4K. En volgens mij is het beeld echt veel mooier geworden. Alleen ben ik een beetje misschien te ingezoomd. Wat jullie misschien een beetje vervelend vinden. Want als ik nu te veel naar voren gaat, dan zien we hem niet meer. En daar komt de 1-0 niet. Oh. Als ik zo ga zitten, dan zien we mijn mond niet meer. Hallo, hallo. Als ik heel rechtop ga zitten, zien we mijn haar niet meer. Hallo, hallo. Oké, dit is echt wat de fuck ben ik aan het doen. Oké, let's do this. Kom op, balletje voor. Kimpembe, goal. 1-0. Oh, jongen, jongen. Kom op, kom binnen. Oh, Neymar. Wat is dit? Allebei, ik schoot niet eens met de Griezmann. Hij ging er gewoon langs uit zichzelf. Oh, word ik weer aangetikt. Ik ben echt veel beter. 9-0, man. Dat zou echt een heerlijke start van de Weekend League zijn. Maar ja, ik praat er weer te snel. Want jij ziet het alweer. Nu komt hij toch weer aardig langs. Oh, Kante, heerlijk. Oh, dat komt deze man goed weg, jongen. Met die risicopage de hele tijd. Dan moet ik straks ertussen komen. Ja, dan kom ik ertussen. Suarez, goal. Nee. MLP dan. Terughalen. Terugleggen. Oh, slechte bal. Mbappé is een passing. Ja, ik weet niet. Soms is Mbappé zo goed. Hè. Echt, sommige potjes scoort hij echt een hat-trick. Maar hij is vaak ook echt. Ik weet niet. Mensen vragen dan, ja, Mbappé of Neymar. Ja, ik snap niet eens dat er een vraag is. Die Neymar is echt letterlijk goed in alles. Ja, dan komt Neymar. Oh, weer niet. En weer geen rebound, man. Jongen, jongen, jongen. Irritant. Lekker, Petit. 1-0, corner goaltje. Heerlijk. Lekker, kom. Yeah. Heerlijk, 1-0. Petit doet het weer. Nou, niet weer, want zo vaak scoort hij niet. Al scoorde hij volgens mij de vorige wedstrijd ook al. Maar dit is echt lekker. 1-0 voorsprong. Ja, ik ben ook echt veel beter. Deze gaat het letterlijk nog geen schot gehad. Maar je hoeft niks te zeggen, want in Weekend League kan alles gebeuren. Dus kopje erbij houden en snel of die 2-0 maken. Dan heb je in ieder geval even die, dat beetje marge wat lekker is. Goed, goed afgepakt. Nu diep. Lekker. Dan gaat Suarez terug. Lekker. Oeh. Oh nee, klote. Ah. Goed. Op Neymar. Neymar gaat er langs. Makkie. Nog een keer langs. Wat ga ik nou doen? Wat ga ik nou doen? Oh, jeetje. Die paas had er aan moeten komen, jongen. Stel je voor, ik maak 2 corner goals. Zou er even lekker zijn. Ja, dat is kansloos. Oh, Varaan pikt op. Scheids. Hallo, het staat nergens op dit. Ja, ongelooflijk. In ieder geval, we staan 1-0 voor bij rust. Oh, ik wil even de matchstats zien. Dit staat nergens op, namelijk. Hij heeft wel schot. Maar in ieder geval, zijn 1-0 voor. Laten we hopen dat we dit even uit kunnen bouwen. Mensen, ik hoop zo dat ik Elite 2 kan halen deze week. Ik hoop het echt zo erg. Nou, dat is wel, zeg maar, als je voor jezelf doelen stelt en je gaat de pot verliezen, dan word je wel echt heel boos. Dat is altijd wel slecht. Oké, corner tegen. Corners tegen ben ik nu zo'n fan van. Ik denk trouwens dat niemand daar echt fan van is. In vorige FIFA was ik er wel fan van, want daar kreeg ik een counter en dan. Oh. Ik kreeg een counter en dan kon je gewoon scoren. Maar die counters zijn er ook een beetje uit. Hebben ze op zich wel goed gedaan. Ik begin de grip over de wedstrijd een beetje kwijt te raken, mensen. En dat is een slecht teken. Dit is een mooie aanvang wat hij je laat zien. Goed, Varaan. Ja, Suarez, lekker. Oh, kom op. Schiet binnen. Oh mijn god. Oh mijn god. Hoe kan dit er nou niet in? Ja, zonder die 2-0 voel ik me niet safe, jongens. Echt niet. Maar dit is wel een goede bal. Oh,
corner. Doeltrap? Wat? Waarom ligt mijn verdediging zo open? Waar slaat het op? Oh mijn god, dat is hier naast. Dan kom ik echt fucking goed weg. Maar waarom ligt mijn verdediging ineens zo open? Waar gaat het over? Neymar, maak af. Lekker 2-0. Klaar. Heerlijk. Heerlijk voorzetje. Neymar maakt hem. Gelijk even. Mares erin wisselen. Want Mares is een heerlijk speetje. Die breng ik altijd in voor Mbappé. Dus op rechts mid dan. Ja, lekker speetje is dat. Heerlijk doelpuntje. Beetje gelukkig kreeg ik hem mee. Toen lekker harde voorzet. En ja, Neymar, ja, die mist dit. Die mist dit soort ballen gewoon niet. Wat ben ik hier blij mee? Heerlijk. Gaan we gewoon 9-0, mensen, als ik deze pot win. 9-0. Wat lekker. Ik vraag me af hoe ver ik mijn. Als ik deze pot win. Want ik blijf het erbij zeggen. Gewoon zou ik geen karma krijgen dat het ineens 3-2 wordt voor hem. Ik vraag me af hoe ver we, als we deze winnen, die winst kunnen doorzetten. Misschien kan ik wel 14-15-16 om 0 gaan. Zo, dat zou echt ziek zijn. Waarschijnlijk verlies ik gewoon meteen het eerste potje dat ik 10-0 ga. Waarschijnlijk is dat het. Maar nee, loop met hem mee. Loop met hem mee. Loop met hem mee. Loop met hem mee. Je loopt niet met hem mee. Loop niet met hem mee. Dan heb ik heel veel geluk dat de lat gaat die bal. Marcelo, is voor jou. Nee, dat is echt heel kut. Oh mijn god, wat een ongelooflijk naar doelpunt is dit. Wat is dit een naar doelpunt? Echt alles aan deze aanval was naar. Oké, nou gaan we even Griezmann eruit. Hij is moe. Perisic erin. Nieuwe meta Perisic. Dit, ik zeg het je net, jongen. Ik ga het gewoon. Oh mijn god, verlies ik deze pot gewoon. Dan ga ik echt janken. Ben ik ook gewoon weer gelijk klaar met het hele weekend league. Wat is dit voor doelpunt? Even serieus. Oké, nog 4 minuten volhouden, plus wat extra tijd. Hij staat heel vrij, die gast. Oh mijn god. Marcel loopt gewoon weg bij hem. Gelukkig kan deze gast er niet veel van. Anders was ik hier gewoon Shaki geweest. Fluit af. Lekker, lekker, lekker. Easy. Goed, man. 9-0. Let's go. Easy. Nou, niet easy, maar wel lekker. Kom op dan. Heerlijk. Heerlijk overwinningtje. We gaan nu 9-0. Op naar de 10. En mijn beste weekly start ooit. Let's go. Mensen, 10-0. Dat zou toch echt fantastisch zijn. Holy crap. 10-0. Ik vond heel snel tegenstander. Dus het zou kunnen dat dit ook iemand is die 9-0 gaat op dit moment. Gaan we nu zien. We krijgen nu zijn team te zien. Ja, dit is wel gewoon echt een goed team. Hij heeft die Martial. Monty heeft die Aubameyang die ik echt wel goed vind. Pogba of Cam, dat is ook wel nice. Ja, dit is wel echt een goed team. Sterke verdediging ook. Hij heeft dan Mertens op... Huh? Hij heeft Mertens op CVM. Die gaat hij sowieso naar CAM doen. Of twee spits of zo. Hij heeft maar één verdedigende speler op het middenveld. Alleen die, wie had ik weer? Ja, vergeten. Ja, ik ben gewoon vergeten. Nou, ik ga het nu zien, want hij gaat er toch wel heen paas. Matuidi. Hij heeft alleen Matuidi. En zelfs die is, vind ik, niet heel verdedigend. Ik vind Kante bijvoorbeeld veel verdedigender. Dus ik denk dat als ik gewoon een beetje tegenhoud, dat ik op zich wel een goede kans heb hier. Ja, zeker als hij de ballen zo in mijn voeten bij schieten. Maar ja, daar komt hij. Poppa, die is echt goed, jongen. Ja, dit is echt. Oké, okay, hij is dus zo iemand. Zo'n finesse shotter. Ik snap wel niet in godsnaam waarom je Martial is. Hij zet dan Hazard neer als dat je tactiek is. Maar oké, okay, dan weet ik tegen wat voor tegenstander ik speel. Dat is op zich niet erg. Vandaag gaat Griezmann. En een slechte timing, man. Slecht, man, Koen. Matig, baal ik van. Dit kans moet je echt afmaken als je Elite 2 wil komen. Door op Neymar. Neymar. Oh, jongens. Dat was wel een heerlijk doelpuntje geweest. Oh. Dat was echt lekker geweest. Jammer. Baal ik van. Boom! Oh mijn god, Mbappé, dit is waarvoor je zo'n vent hebt, jongen. Wat een heerlijk doelpunt. Yes! We gaan voor die 10-0, mensen. We gaan er gewoon voor. Wat een heerlijk doelpuntje dit. Lekker zeg, Gerard. Oh. Check dit. Echt bijna, echt net boven de grond. Perfect timing. 1-0. Hoppa, opgesodemieterd. Lekker, Griezmann. Oh, perfecte paas, geen buitenspel. 2-0. Hoppa, Suarez. Die mist het niet. Links, rechts, maakt geen reet uit. 2-0, 15 minuten. 10-0. Oh my god. Heerlijk. Fantastisch. Werelds. Lekker. Smullen. Dit is mijn week, mensen. 30-0. Kom eraan. Hij blijft gewoon met Pogba op CDM spelen. Ja, kijk. Dat kan gewoon niet. Je kan niet Pogba op CDM hebben. Hij heeft high medium work rates volgens mij. En hij heeft maar 69 defending. En ja, je weet gewoon, hij houdt ervan om aan te vallen. En hij heeft 50 skills, waardoor je gewoon gaat skillen met je CDM. Dat doe je gewoon automatisch. Maar ja, dat is gewoon zo met 50 skills. Ik doe het soms ook met Marcelo. Daar baal ik ook van. Ik had liever gehad dat Marcelo 4 skills had. Maar ja, nu ga ik wel eens van die rare spins doen en zo. Nu doortikken. Kom bij MP. Kom op, maatje. Naar binnen. Goed, tikkie door. Op Neymar. Neymar. Oh. Als het perfect timing was geweest, dan was hij door het net gegaan, denk ik. Die 5-star recruit op Neymar is ook echt niet normaal. Hè. Dat is echt niet normaal. Oh, petit. Moet je tussen zitten, man. Oh, dit is kut. Oh, lekker Courtois. Heerlijke redding. Let's go. Lekker. Oh, wat doe ik? Ik was zo hard kruis aan het spammen om zeg maar naar die keeper toe te gaan om die bal te gaan pakken. Dat ik hem gewoon heel hard terugpaste die bal. Ah, weer Neymar met de overring. Neymar, doe even rustig, man. Heb je kortsluiting of zo? Kijk, zie, hij gaat er skillen met Pogba. Je gaat gewoon met de 5 met Pogba ga je gewoon skillen. Ik moet je zien hoe Pogba rent. Moet je zien. Je staat gewoon de spits nu. En nu is hij hier weg. Ja, kijk, dit was al een slechte aanname van Petit. Maar dit is exact wat ik bedoel. Hij blijft gewoon staan hier. Trouwens, ik zei in de vorige video van ja, ik ben niet zo fan van MVP. Hij gaat zo snel liggen en zo. En daarna zei ik van oh, ik hoop echt dat Neymar het team hier krijgt. Ik snap dat verwarring bracht voor mensen als die Neymar ook al vrij snel gaat liggen. Ik moet ook zeggen, Neymar niet echt. Vind ik ook echt ja, een hele vervelende speler. Maar ik vind Neymar echt beter dan Mbappé. Ja, ik weet niet, mensen. Ik vind Mbappé gewoon zo... Ik vind Mbappé echt een goede voetballer. Tuurlijk is hij een goede voetballer. Maar mensen doen alsof het een nieuwe Messi of Ronaldo is. Dat is gewoon niet zo. Dat vind ik. En dan zeggen mensen, ja, hij is pas 19. Ja, dat klopt. Maar ja, ik zie het gewoon niet zo in hem. Tuurlijk wordt hij goed. Maar ik denk echt dat hij gewoon een soort Bale wordt. Dus, nou, kom op. Oh, wat doe ik? Heb ik ook nog een knop ingedrukt? Meen je toch niet dit? Zo, scheids, hallo. Ik krijg gewoon een elleboog in mijn gezicht van Aubameyang. Creative event rood. Send him off, referee. Heerlijk. Balletje voor. Mbappé.
Oh mijn god, wereldgoal. Let's go. Heerlijk. Heerlijk. Kom op. Mensen, ik ben gewoon echt goed. Dit is toch gewoon een goed doelpunt. Echt gewoon een e-sport doelpunt. E-sporting is hot. Nou, hij kan net zo goed lieven. Het gaat gewoon niets meer worden voor hem. Mbappé, heerlijk afgemaakt ook. Ik ben oprecht fucking blij. Heerlijk. 6 schoten, 3 goals. Prima. Duimpje FC voor de win. Lekker. Oh, Popper zit er goed tussen. Ja, ja, ja. Echte CDM. Weet je hoe relaxed is? Gewoon CDM's die gewoon verdedigen. Terwijl, ik heb toch al 4 aanvallers. Ik heb die Mbappé, ik heb Neymar. Ik heb Griezmann en ik heb Suarez. Nou, ik heb echt niet nog een aanvaller nodig. Gewoon eerder wat verdedigende power. Die kansen krijgt elke wedstrijd, mensen. Echt waar. Dus koop niet Pogba op CDM. Koop trouwens wel je FIFA punten bij ikwildegoed.nl. Heeft hier verder niks mee te maken. Maar misschien kan je Pogba packen. Dan kan je hem verkopen, omdat je hem niet moet gebruiken op CDM. Kut, 3-1. Ah, hij gaat wisselen. Gaan we ook wisselen. Normaal hou ik altijd Mbappé eraf voor Mahrez. Maar ik haal nu een keer Griezmann eraf voor Mahrez. Want Mbappé speelt deze pot uitstekend. En ik gun hem zijn hattrick. Voor mij heeft hij er 2 gemaakt tot nu toe, als ik het goed heb. Ik ga die vanaf dan elke wedstrijd perfect voor mij spelen. Dus ja, dat moeten we natuurlijk hebben. Ah, oh, bad timing. Oh, gaat helemaal niet zo ver naast nog. Lol. Oh, dit is echt heel slecht. Oh, nee. Oh, Petit vol in zijn mijl. Dat zou ik ook zo doen. Wat lekker. Dit is een goede bal. Mbappé. En dan komt Neymar daar. En je weet, mijn paasje, mensen, dat is dit. En dan boom, is een goal. Hoppakee. Altijd fantastisch. Heerlijk. Hoe je dat doet. R1 vierkantje. Ik wil het eigenlijk niet vertellen. R1 vierkantje, mensen. Echt nieuwe meta. Je geeft, als je een speler ziet bij de tweede paal, hoge voorzet, doe het alsjeblieft niet. R1 vierkantje. Komt altijd perfect aan. En die spelers komen inlopen en die schieten die bal toch een partij hard binnen. Dat is echt niet normaal. En dit 4-1. En dan mag je natuurlijk geen enkel probleem meer worden. En dan gaan we gewoon 10-0 in de Weekend League. Oh, balletje Mahrez. Ja, met je rest. Wel jammer. Zou je wel 4-star weak foot hebben? Nou, is niet te zien hier. Winnen. Goed. Ik neem hem nog even mee. Lekker. Hop. Nog keer terug. Hop. Nog keer daarin. Hop. Nog keer daar. Hop. En schieten. Oh. En dan krijgt hij nog een keer terug. Hop. En dan scoort hij hem. Neymar, ja, ik zeg het jullie mensen. Als je een speler wil kopen, geen enkele twijfel. 95 dribbeling, je ziet het. Krijg gewoon iedere keer die bal mee. Heerlijk, goed binnengeschoten. Heerlijke finesse shotjes. 5-1. Easy. 10-0 mensen, mijn beste Weekend League start ooit. I'm so happy right now. Yeah. Lekker, 10-0. Mensen, ik hoop dat jullie een beetje trots op mij zijn. Als je trots bent, laat het zeker weten met een duimpje omhoog. En laat achter in de comments hoeveel jij denkt dat ik ga eindigen in de Weekend League. Gaan we de Elite 2 halen deze keer? Dan moet ik nog 15-5 gaan. Terwijl we nu natuurlijk wel tegen echt goede tegenstanders gaan komen waarschijnlijk. Dit is toch wel echt heel erg lekker. Ik ben hier echt heel blij mee. Ik hoop in ieder geval dat jullie deze video leuk vonden. Vond je deze video nou leuk? Doe dan zeker een duimpje omhoog. Willen jullie morgen weer een video zien? Dat lijkt me wel lekker. Oké, willen jullie morgen de laatste 2 posts zien van mijn Weekend League? Dat kan. Dan wil ik 2500 duimpjes omhoog zien. 2500 duimpjes omhoog. Ik had gezien, want ik had de laatste 2 dagen achter elkaar geüpload. En je vond het best leuk dat achter elkaar upload. Dus ik dacht, ja, misschien ga ik wel vaak doen. Leuk. In ieder geval, wil je nog meer van zien? Dat kan. Klik dan hier of hier. En wil je mij abonneren? Kan ook klikken hier. En dan zie ik je bij de volgende video. Ik zal je veel abonneren. De volgende keer. En ik zeg doei. Later.